Ik zit zo een beetje de Bijbel in te bladeren en ik stuit op Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. Ziet, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die elkander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel plegen. Gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren, doch enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste liefde hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is de liefde de vervulling der wet. Dit zeg ik niet meer. Terwijl gij de gelegenheid destijds weten, dat het de uur is, dat wij niet de slaap ontwaken, want de zaligheid is ons nader en dan toen wij eerst want de zaligheid is ons nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Oké. De nacht is voorbij gegaan en de dag is voorbij gekomen, nabij gekomen. Oftewel, de duisternis is aan zijn einde aan te komen. Laat ons dan afleggen de werken, de duisternis, staat dat op, en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en in nijdigheid, oftewel boos zijn, maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheid. Hier staat alles wat je moet weten. Het hele kleine stukje tekst. Als ik het voorlees, duurt het wat langer. Dyslexie is nogal killing. Maar goed, dat heb ik voor jullie over, dat geef ik niet. Dus hier staat alles in. Ik ga het nog eventjes in tekst voor tekst meenemen. Zijt niemand iets schuldig dan alleen elkander lief te hebben. Dus je mag niks lenen. En als je het leent, dan mag je al helemaal geen rente ervoor rekenen. Omdat je bent. Laat ik het zo zeggen. Als je het moment dat jij jezelf rente toerekent, dan word jij rijk op iemand anders. Hoe zeg je dat? Tekort komen, om het zo maar te zeggen. Als iemand tekort komt in geld en jij geeft het aan diegene. En diegene die ga je dan zeggen van ja, als je het nog over 10 dagen niet teruggeeft, dan gooi ik er 5 euro bij. En dan geeft hij het niet na 10 dagen terug en dan verhoog je het bedrag. Dat is rente. Dat is omdat jij, kijk, als je het zelf nodig hebt en die andere geeft het maar niet, dan geeft het maar niet, dan geeft het maar niet, dan is die andere ook niet goed bezig. Dat is logisch. Maar als diegene het echt niet heeft, en als jij het nog steeds kan missen, is een heleboel dingen vraag ik niet eens meer terug. Omdat ik weet van oké, ik ben nu zover als ik nu ben en ik heb het niet meer nodig. Dus waarom zou ik geld terugvragen aan iemand die het toen de tijd nodig had. Geld is maar een ruilmiddel. Oftewel, wees je niet iemand schuldig en dan elkaar lief hebben, want die den lief heeft, die heeft de wet vervuld. Dus liefde is de sleutel. En dat zeg ik wel vaker. Nou, gaat hij al die dingen opnoemen die je niet moet doen, die in de wet staan. Dit komt al met alles bij elkaar op die ene wet en dat is uw naaste liefhebben als uzelf. Dat staat in vers 9. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo, dan is de liefde de vervulling der wet. Vers 10. Nou, dat is niks meer dan duidelijk. Dus als je vanuit een onvoorwaardelijke liefde, en als je wil weten wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt, raad ik je aan om die video te kijken. Als je vanuit onvoorwaardelijke liefde leeft, dan vervul je de wet.
En dan zegt hij, gaat hij in vers 11 waarschuwen van oké, we moeten dus stoppen met de duisternis en beginnen met het licht. En in vers 12 zegt hij van, de nacht is gekomen, dus nog een keer eigenlijk. Dus hij vertelt in twee versen van, als je je nog in de duisternis begeeft, ga snel naar het licht, want de tijd is gekomen. En dit is 2000 jaar geleden ongeveer. Als ze toen al dachten dat ze in hij tijd leefden, dan... Je weet ook natuurlijk nooit wanneer je sterft. Wanneer je doodgaat. Dus in dat opzicht is er altijd een eindtijd. Elk moment is een eindtijd. Want je bent altijd... Je leeft nooit, je bent altijd... You're dying, zeg het eigenlijk. Oftewel, je bent altijd in een doodgaande staat. Op het moment dat je geboren bent, ben je al in een doodgaande staat. Vers 13. Laat ons als in de dag eerlijk verwandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Dus doe geen kwade dingen zoals dronken zijn. Of in nijdigheid, dus of wel boos zijn. In ontuchtigheid, dat is overspel. Dus in de slaapkamer ontuchtigheid. Dat is overspel. Of gewoon seks hebben om maar seks te hebben. Ik bedoel, dat is helemaal niet de bedoeling daarvan. Het is wanneer niet voor niks de vrucht van het huwelijk. Noemen ze dat. En waarom noemen ze het de vrucht van duwelijk? Nou, omdat in mijn vorige filmpje heb ik uitgelegd dat Adam en Eva ook van de vrucht aten. Ik bedoel, hallo. Vers 14. Maar doet aan den Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. Oké. En doet aan die Heer Jezus Christus. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt daarmee dat je moet leven zoals Christus leefde. En de Vader vereren en niet Christus moet vereren, zeg maar. Dus hij zegt niet van, want Christus is voor uw zonde gestorven. Nee, het staat, maar doet de Heer Christus aan. Snap je? Sta in zijn positie. Doe hetzelfde wat hij deed, want dat zegt Jezus ook zelf. Want er zijn... Zullen mensen zijn die grotere dingen als ik doen. En verzorg de vlees niet tot begeerlijkheid. Oftewel, je moet niet uitdagen. Snap je? Als jij jezelf opstelt in een situatie waardoor je seksueel uitdaagt, of hoe je het ook wil noemen, dan ben jij degene die de fout maakt. Dus, dit is een lastig stukje. Dus dat Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. Het heet het gehoorzaam zijn heet aan de macht. Dat is het eerste stukje. En dan liefde is de vervulling van de wet. Dat is het tweede stukje. Ik ga het eerste stukje ook gewoon doen. Dat is ook wel leuk. Allen, ziel die de macht aan over haar gesteld, onderworpen, waarvoor? Alle ziel... Zij den machten over haar gesteld, onderworpen. Nog even hoor. Want er is geen macht dan God en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Oké, dit is wel een lastige tekst, maar ik begrijp hem wel. Alle ziel zij de machten over haar gesteld. Oftewel, de ziel is altijd vrouwelijk. Ik weet niet waarom, maar... Zowel als de Heilige Geest als de ziel zijn allebei vrouwelijk. Want ga even bij jezelf na. Zonder vrouw besta jij niet eens. Als je dit kan kijken. Denk even logisch na. Oftewel, de vrouwen zijn sowieso degene die je moet respecteren. En zijn sowieso ook degene die ervoor zorgen dat jij je leven hebt. Snap je? Dus als je ziel vrouwelijk is, dan is dat niks meer dan een levend iets. Onderworpen,
Want er is geen macht dan die van God. Oftewel, het moment dat jij iemand anders macht over jou laat geven. En dat doe je al heel snel. Ik kan een heleboel voorbeelden gaan geven, maar zoek dat maar lekker zelf uit. Wanneer geeft het jou jouw macht? Als jij je zorgen maakt over dingen die er niet zijn. Dat geeft jou al macht. Als jij bang bent voor de dingen die gaan komen, dat geeft jou al macht. Dit zijn even twee voorbeelden die ik snel geef. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Oftewel, alles wat er gebeurt, dat is Gods idee. Dat is letterlijk wat hij zegt. Zo simpel is het. Als dat die zich tegen de macht stelt, de ordinaire God wederstaat, en die ze wederstaan, zullen zichzelf ten oordeel halen. Wacht even hoor, dit is wel lastig. En alzo dat die zich tegen de macht stelt, de oriëntatie Gods wederstaat, en die ze wederstaat, zullen zichzelf een oordeel halen. Dus, op het moment dat jij tegen God ingaat, dan haal jij je eigen oordeel. Dan ben je je eigen rechter. Je haalt je eigen oordeel. Want je weet, als het goed is, wat normen en waarden zijn. En normen en waarden die zijn precies hetzelfde als de wet van God. Door als jij denkt dat je iemand mag vermoorden in naam van God, dan heb je ergens iets niet begrepen. Want de oversten zijn niet tot een vrees der goede werken, maar den kwade. Oké. Maar de oogsten zijn niet tot vrees ten goede werken, maar ten kwade. Oftewel, je moet bang zijn dat je iets verkeerd doet. Gij zult niet de macht, en gij nu de macht niet vrezen, doe het goede. En zult lof van haar hebben. En gij zult lof van haar hebben. Dus op het moment dat je goed doet, dan zou je er ook, zoals ik al vaker zeg, in dit nummer van de afters, daar zingt hij op een gegeven moment. En in het nummer This Life van de Afters. Heel mooi nummer. Er zitten een heleboel conclusies in. Zegt hij op een gegeven moment: All we give is all we get, all we have. All we give is all we have. Oftewel, alles wat we geven is wat we hebben. Dus als jij iets geeft, dan heb je het. Omdat je hebt goed gedaan. Omdat in mijn vorige filmpje gebruik ik dat aan het einde. Die koning die zegt van: omdat jullie goed gedaan hebben voor mijn mensen die tekort kwamen, daarom kunnen jullie het koninkrijk van God beërven. Daarom is het zo moeilijk voor een rijke om, snap je? Het is zo simpel, dit is precies hetzelfde. Want zij is Gods dienares. Oké, want zij is Gods dienares, u ten goede, maar indien gij kwaad doet, zo vreest, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, en breekt haar tot straf degene die kwaad doen. Oké, welke zij hebben ze nu over? Zoals we weten, is hij is de vader en zij is de moeder. En wie is de moeder? De moeder is aarde. De geest van de aarde. Snap je? En die zit gevangen hier zo doordat de duisternis over is gekomen. En zij is hierheen gekomen om leven te wekken. Dus, als je slecht doet, dan zorgt de natuur ervoor, om zo maar te zeggen, de geest van de aarde, dat jij het ook slecht krijgt. Dat is wat er bedoeld wordt. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om te straffen, maar ook om ter constatatie. Nou ja, ik weet wat het bedoeld wordt, maar ik kan dat woord niet uitspreken. Conscientie wil. Oké. Dus die staat dus,
Hoe zeg ik dit in woorden? Puur goud wordt alleen maar puur door verhit te worden, door het vuur. Oftewel, op het moment dat je tegenslagen ziet als tegenslagen, dan begrijp je het principe. Dus op het moment dat je tegenslagen ziet als leermomenten en als verfijning, noemen ze dat refinement in het Engels, dan ga je op een gegeven moment inzien: hé, wacht even, als ik dit blij zo blijf doen, zoals op deze manier nu gaat, misschien word ik dan nog wel erger gestraft, misschien krijg ik dan wel een erge ziekte of weet ik veel wat. Even kijken weer. Oké, vers 6. Want daarom betaalt gij ook schatting. Schattingen, sorry. Wij zijn dienaars Gods, want zij zijn dienaars Gods en diezelfde gedurelijk bezig zijnde. Sorry. Oké, dus als je een dienaar van God bent, dan ben je er altijd mee bezig. Daarom zegt hij ook van, als je de vader hebt gezien, dan kan je niet meer leven. Waarom? Je bent dood tegen de van deze wereld. Precies hetzelfde wat hier staat. Als je eenmaal Gods barmhartigheid hebt gevoeld, om maar te zeggen, dan wil je al het leed en alles wat op deze wereld is, wil je goeds maken. Omdat dat is wat de vader wil. Zo geef dan iedereen die gij schuldig zijt, schatting dien gij de schatting. Wacht ervoor. Zo geef dan iedereen wat zij schuldig zijt, sorry. Schatting dien gij schat. De schatting. Schatting dien gij de schatting. Tol. Dien gij de tol. Vrezen dien gij de vrezen. En dien gij eer schuldig zijt. Oké, het wordt een beetje lastig zo verteld, maar het is wel makkelijk om. Dus als je. Dus. Blijf gewoon wel doen wat er gevraagd wordt in deze wereld. Dat is een beetje wat er staat. Dus dit was vers 7, en daarna krijg je vers 8, en dat gaat even aan het begin behandeld. Ik heb het verkeerd dan behandeld, maar. Goed. Ik wou gewoon. Dit kwam ik als eerste tegen, en daarna dacht ik: dit is misschien ook wel leuk om uit te leggen. Ik vind het gewoon leuk om een beetje dingen uit de Bijbel uit te leggen. En omdat mensen het vaak lezen zoals verteld wordt, zoals ze moeten lezen. Maar ik probeer het alleen maar realistisch toe te passen. Niet zozeer te vertellen hoe ik moet lezen. Snap je? Ik probeer alleen de code te kraken, om zo maar te zeggen, die erin staat. Dat is het enige wat ik probeer te doen. Ik probeer helemaal niet ervoor te zorgen dat je anders gaat lezen. Maar ga proberen ervoor te zorgen dat je leest wat er staat. En niet lezen hoe iemand vertelt dat je het moet lezen. Ik zeg niet dat je het zo moet lezen. Ik zeg alleen mijn interpretatie op dit verhaal. En misschien helpt het je ergens bij. Dus de samenvatting van dit verhaal is vrij simpel. Denk ik. Omdat in het eerste gedeelte gaat het over je ziel. En in het tweede gedeelte gaat het over hoe je het zou moeten uitvoeren. Snap je? In het eerste gedeelte gaat het over het praktische. Oké, op het moment dat jij tegenslag hebt, dan heb je dat zelf veroorzaakt. Dat zie je als Gods periode staat in vers 2. Zullen ze zich dezelfde oordeel maken. En dan in het tweede deel krijg je, als je liefde doet, dan heb je de wet vervuld. Dus op het moment dat je iets fout doet, dan krijg je het tegen je. Op het moment dat je iets goed doet, dan vervul je de wet. Zo simpel is het. Het is niet A, het is niet B, het is ertussen. Goed, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Sorry voor mijn haperende leesfouten, maar ik ben eenmaal opgeschreven met dyslexie. Ik weet niet hoe ik dat. Als jullie iemand zoiets zegt van oké, misschien kun je dat doen door meer te lezen. Ik heb alles wel geprobeerd hoor. En in het Engels gaat het voor mij veel makkelijker. Omdat dat logischer is. En deze Nederlands is ook moeilijk.
Omdat het geen logische volgorde is die we gewend zijn om te spreken. Dus, dat was Romeinen 13. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Tot in de volgende video. Peace.